Hoi, dit is Wessen even naar de bioscoop. Dus toen dacht ik, oh, dan ga ik even een make-up update voor jullie filmen. Dit is mijn doos met allemaal met de nieuwe dingen die ik geprobeerd heb of nog niet geprobeerd heb. En dan schuif ik ze door naar de volgende periode. Het is niet zo heel veel. Het zijn wel veel lipproducten, denk ik. Maar goed, we gaan beginnen. Ik heb de Nude Glow CC Cream van It. Dan moet ik natuurlijk weer mijn bril opzetten, omdat ik het dan niet kan lezen. Ik zit een beetje ver van de... Als ik zo zit, dan kan ik precies de doos op mijn buik en de la van mijn kaptafel laten rusten. Dit is in de kleur... Fair PR. Wat voor kleur is dat? Nou, weet ik niet. In ieder geval een kleur fair is te licht. En ik had hiervoor, had ik er een in de kleur light en die was te donker. Wat vind ik ervan? Het is prima. Het is gewoon een CC cream. Ja. Het is niet zo bijzonder als ik had gehoopt. Naar alle verwachtingen dat die zou zijn, zeg maar. Dus. Ik was een beetje teleurgesteld. Waar ik helemaal niet over teleurgesteld was. Was de Maybelline Superstay 24 Hours Skin Tint in de kleur 02. Wauw! Hier was ik echt door verrast. Een skin tint met vitamine C. Ik vind hem wat matter dan die van L'Oréal. Op mijn huid, en ik heb een droge huid, hè. Maar zeker de moeite waard. Zeker. Deze blijf ik echt gebruiken. Super. Echt super. De bril weer op. Ik heb... Oh, ik had deze CC cream. De Illuminate. In de kleur light. En die was te donker voor mij. Dus ik mix ze dan wel een beetje samen. En er komt wel een oké kleur uit. Ik heb een aantal dingen gewoon hieruit niet gebruikt. Dus die leg ik even apart. En daar kom ik dan gewoon een andere keer op terug. De Halo Sticks van Elf. Ja, ik vind ze schattig. Ik vind vooral de contourkleur heel fijn. Ja, ze zijn heel glimmerig, heel metallic op je huid, vind ik. Maar vind ik dat erg? Nee. Hou er een beetje rekening mee. Poeder het daar desnoods een beetje af of zo. Ik vind ze leuk in gebruik. Ik vind ze een mooie finish hebben. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Is het heel revolutionair vergeleken met alle andere producten die qua dit soort dingen op de markt zijn? Nee. Maar ik vind het wel leuk. Ja. En ik gebruik ze regelmatig. Wat ik ook regelmatig gebruik is de nieuwe Glowish Concealer. Ja. Zie ik heel veel verschil met andere concealers? Nee, maar dat zie ik over het algemeen niet. Ik denk dat ik daar gewoon niet ervaren genoeg voor ben. Of niet het goede, op de goede dingen let, zeg maar. Maar ik vind hem heel fijn. Hij doet het bij mij heel goed. Ja. En waarom vind ik hem fijn? Ik vind hem, hij is niet heel dik. Hij lijkt, vind ik, een beetje op die van Charlotte Tilbury. Die Radiant. Hij is minder glowy als de skin tint van Glowish. Dat vind ik wel. En dat vind ik op zich helemaal niet erg. Maar ja, ik maak het zeker op. Of ik hem dan opnieuw koop, dat zien we dan wel weer. Maar ik maak hem zeker op. Wat ik ook van Huda heb gekocht en geprobeerd, heel veel heb geprobeerd zelfs, is de
Cool Matte Obsession Eyeshadow Palette. Hier had ze... Dit is een helemaal mat oogschaduwpalet. En daar had ze een koele versie van, deze. En een warme versie, meer bruinig. Ik heb voor de koele gekozen. Geweldig. Ik vind hem geweldig. Dit is mijn eerste oogschaduwpalet van Huda. Ik weet niet hoe ze verder zijn. Ik weet niet wat verder de kwalificaties zijn voor de grote of de kleine paletten. Maar ik vind deze echt helemaal toppie. Van Kiko heb ik geprobeerd de Nourishing Perfection Cream Compact Foundation in de kleur CR15. Dat zal Cool Rose zijn. Ja, heel fijn. Hele fijne, op de droge huid, heel fijn. Heel fijn. Ik zit even te kijken wat ik nog meer heb. Ik heb nog een Glowish Primer. Oh, de Blur Jam. Ja. Fijne primer, ja. Rare substantie, ja. Heel raar. Doet het heel veel wat een andere blurring primer doet? Nee. Het is gewoon een primer. Dan heb ik nog van Kiko een nieuwe blush geprobeerd. Dit is de Unlimited Blush in de kleur 11. Ja, prima poederblush. Ja, wat moet je ervan zeggen? Het is een poederblush, ja. Dan heb ik twee glosses van Kiko geprobeerd. De 3D Lip Gloss. De 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 02. Dat is een hele lichte. En die heeft dan een zilveren dop. En ik heb de 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 45 geprobeerd. Die heeft dan een gouden dop. En dat is de special edition. Dus die kleuren gaan eruit. De liquid eyeshadows van Kiko heb ik geprobeerd. Maar die had ik blijkbaar al. Dus daar heb ik al een keer wat over gezegd. Het zijn hele lichte kleuren. Het is niet allemaal noemenswaardig. Maar ik vind het prettig. Het is mat op je gezicht. Dus ja, prima. De Kiko Beauty Roar Volumizing and Girling. Curling Effects Mascara in de kleur 02 zwart. Mwah. Ik vind de mascara op zich goed. Het doet niet flaken of smutje te erg. Het blijft goed zitten. Het haalt goed weg. Maar ik vind het borsteltje is heel fijn. Is heel erg gekruld, zeg maar. Maar de mascara blijft lang nat, vind ik. En dat vind ik, ja, dat is gewoon niet mijn voorkeur. Daar kan het product niks aan doen. Maar dat heeft gewoon niet mijn voorkeur. Ik heb hier ook nog wat lipproducten die ik niet heb geprobeerd. En wat dingen die ik überhaupt niet heb geprobeerd. Wat ik volgens mij wel al een kamer heb geprobeerd is de NYX Blur. Ik vind het niet erg. Laat ik het zo zeggen. Zou het mijn favoriete eerste keus zijn? Nee. Moet het over een glowy primer? Ja. Dus doe de Charlotte Tilbury eronder. Of de Elf Halo Glow. Of in ieder geval als je een droge huid hebt. Want anders is het echt te droog. Maar op zich. Houdbaarheid is goed. Het zit mooi. Het brengt fijn aan. Het is, er is niks mis mee. Maar niet als je een droge oudere huid hebt. Dan had ik volgens mij ook op camera dezelfde Revolution Wand geprobeerd. Ja, hetzelfde als met die van Elf. Ik vind ze prima. Ze zijn hartstikke grappig. Het is grappig om te proberen. Het is grappig om te doen. Het is fijn om te gebruiken. Onderscheiden ze zich verder qua iets bijzonders ten opzichte van anderen? Nee. Ik vind dit is meer een bronzerkleur. En ik vind dan bij Elf fijn dat het meer een contourkleur is. Het is grijzer. Deze, die van Elf, is echt grijs op mijn huid. En dat is wat ik mooier vind. Maar zeker de moeite waard. En de prijs is verder prima van die dingen. Dit was een setje die ik kocht. Dus ja, het zijn leuke producten om te gebruiken. Het gebruikt allemaal prima. Het gebruikt fijn. Zit er iets heel bijzonders aan? Nee, dat niet. Dan heb ik nog een Huda lippenstift. En ik denk dat ik die ook in mijn Full Face Huda heb gebruikt.
Dit is Prom Night. Een matte lipstick. Ja, ik hou ervan. Ja, het is een nieuw matte lipstick. Wat moet je ervan zeggen? Oh, daar heb ik ook nog een Huda Contour in Pinky Brown. Ja, wat ik fijn vind. Wat ik niet fijn vind. Nee. Wat ik fijn vind is dat het een slijpertje heeft. Wat ik niet fijn vind is dat het een opdraaiding is. Ik hou van houten potloden. Maar goed, dat... Ja. En verder weet ik niet precies. Ja, deze heb ik ook gebruikt, hè. De Catrice Limited Edition Secret Garden Lippenstift. Ja. Het is een lippenstift. Ik denk niet dat ik dat nog heel vaak ga dragen. Deze weet ik zeker dat ik die nog niet heb gebruikt. Deze heb ik wel gebruikt. Die heb ik niet opgenomen. Ga ik ook nooit doen, want ik ga hem weggooien. Dit is de Wet n Wild Rose Comforting Lip Color. In de kleur Soft and Juicy. Dat ziet er zo uit. En dan klikt het zo omhoog en je kan dus niet meer terug. Maar kijk wat er gebeurt. Zie je dit? Het is zo zacht dat het gewoon afbreekt op je mond. Ja, ik weet niet. Ik vond dit niet een fijn product. Ik gooi het weg. Ik meen het. Ik vind het niet... Ik had allemaal stukken op mijn lippen en ik... Nee. Nee, ik vond het niet fijn. Deze heb ik in mijn Full Face Kiko gebruikt. Dit is de Powder Power Lipstick in de kleur 01. Dat is ook zo'n hele lichte. Die heb ik met die lipgloss samen gebruikt. Hartstikke fijn, hartstikke leuk. En dan heb ik hier nog een aantal dingen van Mina. En dit is ook van... Maar die heb ik nog niet op camera gebruikt. Dus die ga ik, daar ga ik ook nog niks over zeggen. Terug in mijn bakje. En die schuiven we gewoon door naar de volgende maand. Dit waren alle dingen die ik gebruikt heb. Best wel weer veel. Best leuke dingen. Over een aantal dingen ben ik moi. Over een aantal dingen, ja, vind ik echt leuk. En een aantal dingen denk ik echt, ja, is eigenlijk gewoon nutteloos geweest. Maar goed, dat weet je van tevoren ook niet. Ik weet in ieder geval wel dat ik het leuk vond om het even te laten zien. Omdat ik het leuk vond om mijn ideeën erbij te vertellen. Wat me het meest bijblijft is dat ik zo positief was over die Maybelline Superstay. Maar dat ik zo eigenlijk een beetje underwhelmed of teleurgesteld was over die CC cream van It. Ik had daar echt een heleboel verwachtingen van. Maar dat is allemaal niet uitgekomen en dat is dan jammer eigenlijk. Doe een duimpje omhoog alsjeblieft als je deze video leuk vond om te zien. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Doei doei!